Service Innovation zou ik nou, in ieder geval op de hele dienstverlening in de keten zeg maar, willen betrekken. Vaak wordt er iets geproduceerd, maar voordat het bij de klant is, moeten er nog een heleboel diensten aan worden verleend. En dat zijn eigenlijk, ja, dat voegt waarde toe in de totale keten. En waar het bij Service Innovation om gaat, is dat er nou eigenlijk nieuwe vormen van dienstverlening binnen nou, allerlei ketens bedacht worden. Waardoor die klant eigenlijk doelgerichter en doelmatiger wordt bediend. Nou, we zijn hier een hogeschool, een hbo-instelling. En een van de grote opgaves en uitdagingen voor hbo is dat ze zo vraaggericht mogelijk met het beroepenveld, het werkveld, aan de slag gaan. Op dit moment werken wij samen op het gebied van HR. Wij hebben een stagiair van de CHE die bij onze afdeling HR, waar ik ook werkzaam ben, een stage loopt. Wageningen heeft daar ook een Innovation Center ontwikkeld. Dat is een heel nieuw gebouw geplaatst die zich echt met 400 werknemers echt puur bezighoudt met dit innovation gedeelte van hoe kunnen wij nu het beste inspelen op de klant en ook het beste bieden voor de klant voor zowel de melk als de vruchtensap gerelateerde producten. Ik loop stage bij Friesland Campina, midden in de Food Valley. Wij zijn altijd bezig met innovatie omdat wij de beste sappen leveren voor heel Nederland en een internationaal bedrijf zijn. Voor ons is het belangrijk dat wij altijd de juiste mensen op de juiste plek hebben staan. Dus het is belangrijk dat ook leerlingen en studenten die in de toekomst bij ons komen werken op het juiste niveau en de juiste competenties hebben om die innovaties bij ons te kunnen bewerkstelligen. Ja, voor mij is het interessant omdat ik waarschijnlijk hier later ook mee aan de slag ga. Ik doe nu de opleiding HRM, dus ik ben al bezig met dit soort vraagstukken. En ik ben tevens student hier op de CAE, dus ik krijg al veel mee. En voor mij is het voor later zeer interessant om hierbij te zijn. Het is zo dat alle hogescholen hebben de opdracht gekregen om bij te dragen aan Nederland Kennisland, dus aan de kenniseconomie. En heel specifiek aan de topsectoren in de eigen regio. De CHE ligt in de Food Valley, dus voor ons was het heel logisch om aan te sluiten bij Agrofood en Life Sciences. En we hebben nagedacht over de manier waarop wij kunnen bijdragen vanuit onze identiteit, christelijke identiteit, en vanuit de bachelors die wij aanbieden. We richten ons vooral op de publieke sectoren. Mensen komen naar ons toe omdat ze met mensen willen werken. En dat betekent dat onze bijdrage aan die kenniseconomie ook gebeurt vanuit de kijk naar mensen. En wij gaan uit van een meer holistische aanpak, dat je zegt nee, een probleem kun je pas oplossen door en naar de mens te kijken en naar de context en dan ook om te kijken wat het economisch oplevert. Dus zo hebben wij binnen de CHE dat begrip invulling gegeven met academiedirecteuren, met lectoren, met docenten. En na een aantal bijeenkomsten hebben we gezegd, nu is het tijd om ook de buitenwereld erbij te betrekken. Wij doen de CAE, geven we opleidingsplaatsen die in onze verpleegverzorgingshuizen thuiszorg worden geboden. Er zijn ook groepen die onderzoek bij ons doen. En we hebben ook wel echt specifieke leertrajecten met de CAE. Er gebeurt erg veel in de ouderenzorg, waar het voorheen nog heel veel alle verzorgingshuizen waren. Mensen moeten veel langer thuis blijven thuis wonen, krijgen geen indicatie meer voor het verzorgingshuis. En dat betekent dat er een hele andere dienstverlening op gang komt. We hebben ook een krimp, terwijl die zorgvraag, dus de vraag, blijft wel hetzelfde. Dus we moeten het op een andere manier, moeten we de dienstverlening aanbieden, zodat we wel dezelfde mensen kunnen helpen, maar op een andere manier. Er zal veel meer van mensen zelf gevraagd worden, maar daar moeten we hen wel bij helpen. Dat vraagt nogal wat van onze medewerkers. Die moeten een andere rol gaan innemen. En wij zullen veel meer moeten faciliteren. We moeten diensten aan huis gaan geven veel meer. En dat zijn producten genoeg op de markt, maar het gaat vooral om wat kunnen wij nou toevoegen om die producten op een goede manier bij de klant te krijgen. En om die producten natuurlijk echt aansluiten bij de vraag. CAE kan ons helpen door onderzoek te doen, kijken, ook mee te kijken. Wij doen al wel onderzoek, is al landelijk gedaan, maar om het heel erg op de regio te doen. Wat is nou eigenlijk de werkelijke vraag van onze klanten? En de CAE kan ons heel erg helpen om in hun opleidingen heel erg te richten op die nieuwe rol die wij als dienstverlener naar onze klanten hebben.
om die eigenlijk in te gaan vullen. En dan als het dan gaat over service innovation, wat heel belangrijk is, en dat sluit ook weer aan bij de CAE, is dat je niet een technologiebasis hebt die je verder ontwikkelt en dat voor jou een inspiratiebron is, maar dat je veel meer kijkt vanuit het waarom. Van wie ben je zelf, wat is je identiteit? Vanuit daar ga je kijken welke diensten passen bij mij, kan ik ontwikkelen. Dus het waarom, dat staat voorop. En dan zie je dat de CAE natuurlijk een hele sterke identiteit heeft. En dus daaruit prima kan putten om bedrijven in de omgeving te helpen met het verder ontwikkelen van nieuwe dienstenconcepten. En dat in dit tijdsgevricht, waar dus heel erg gekeken wordt naar nieuwe diensten. En we moeten het anders doen met onze maatschappij, met de mensen en de middelen die we hebben. Dat is gewoon een uitstekend moment, uitstekende timing. En CAE kan dat dus uitstekend oppakken. Ja, dat thema service innovatie, dat past eigenlijk wel heel goed bij onze identiteit. En dan moet je denken aan de leidende principes die we ook in dit proces hebben ontdekt als roeping. Van waarom willen we een bijdrage leveren aan de samenleving, maar ook een thema als rechtvaardigheid. Niet alleen van doen we de dingen goed, maar ook doen we de goede dingen. En welke hebben we oog voor verhoudingen, ook voor mensen die misschien wat minder makkelijk meekomen. Hoe gaan we om met onze natuurlijke hulpbronnen in de natuur en in grondstoffen die we gebruiken. Dus dat zijn ook andere vragen dan alleen maar economische vragen. En daar zit het begrip rechtvaardigheid speelt aan mee. En ook een begrip als rentmeesterschap, van hoe hebben we verantwoordelijkheid te dragen voor onze leefomgeving, voor de schepping. Dus daar raakt het heel erg, dit begrip, aan onze identiteit. Ja, we zijn als CAE aan het nadenken over hoe we ook nadrukkelijke verbinding kunnen leggen met de samenleving en met de economie, maar ook andere instellingen die aan dienstverlening doen. En daarbij is innovatie, het opnieuw bedenken van processen, is een heel belangrijk uitgangspunt. En dat heeft alles te maken met waar wij goed in zijn, met dienstverlening, service innovatie en sociale verbindingen, sociale innovatie. Dus eigenlijk kort gezegd de menskant in de samenleving. Er wordt heel veel energie gestoken in innovatie van producten en techniek. En dat is ook heel goed. Maar wij willen juist ook die menskant daarin brengen en op die manier sociale processen innoveren. Wij werken samen met de CAE op het gebied van eigenlijk kennisontwikkeling en de interactie met het gebied. Het gaat om de regio Food Valley, waar wij ons op richten in dit geval. En voor dat gebied proberen we eigenlijk kennis te ontwikkelen. Service innovation is naar mijn idee een prachtige kans. Ik heb het vanmorgen ook verteld aan enkele mensen die hier aanwezig zijn. Het zit aan de sociale kant van innovatie. Innovatie is heel vaak geassocieerd met techniek, met ICT, met de Willy Wortels van deze tijd. En het blijkt steeds vaker dat innovatie te maken heeft met verbanden, met de relaties van mensen. En de CAE heeft denk ik een heel mooi concept opgepakt. Service innovation, om verbindingen te maken en verbindingen naar buiten toe. En diensten te ontwikkelen die nodig zijn om innovatie verder te ontwikkelen en vooral ook naar buiten te brengen. Het belangrijkste eigenlijk wat de CAE kan doen is met studenten helpen. Al een aantal jaren werk ik, verzonnen door de directeur van Wageningen, weer aan een project wat we Food Valley Students noemen. Inzet van studenten kan enorm behulpzaam zijn. Je bent zelf een prachtig voorbeeld. En op allerlei manieren kunnen schrijvende journalisten, de mensen uit de zorg, mensen met onderwijs, cursussen, trainingen verzorgen, zijn zo enorm nodig om de verbindingen te leggen. Maar vooral om te laten zien wat in deze regio zit, is al van zoveel waarde. Bedrijven, kennisinstellingen hebben heel veel mooie verhalen te vertellen. Jullie kunnen alleen al helpen om dat gewoon bekend te maken. En daar is nog een hele wereld te winnen. En juist als mensen elkaar weten te vinden, dan kunnen de relaties op gang komen en dan ontstaat innovatie. Nou, de CAE die heeft verschillende faculteiten, verschillende lectoren ook, lectoraten. En wij hebben best wel kennisvragen. Die gaan over die dienstverlening. Hoe doe je dat nou? En wie vraagt er eigenlijk om? Onderzoek het maar, zou ik bijna zeggen. Dus ik zoek eigenlijk wel de samenwerking met de lectoraten. Want vanuit de lectoraten zie je dus ook dat docenten en studenten ook gewoon echt mee gaan doen. En dat is voor mij wel essentieel, dat we in zo'n coöperatie iedereen mee laten doen aan de ontwikkeling van de regio. Nou, wij werken samen in projecten. Projecten die zeg maar in onze regio worden ontwikkeld. We hebben een voorbeeld, bijvoorbeeld het Vallei Boert Bewust project. Waar agrarische ondernemers samenwerken met studenten van de Christelijke Hogeschool Ede aan hun project. En de studenten die verzorgen dan onder andere communicatie, maken bedrijfsfilms, doen onderzoeken en interviews.
Het is voor ons ook nog wel even een nieuwe term. En ook binnen de gebiedscoöperatie zijn we aan het nadenken over welke dienstverlening verzorgen we nu eigenlijk ook voor onze leden. Dus wij zijn zelf ook aan het vernieuwen, aan het innoveren. En ik denk als je die weg samen opgaat, dan kun je dat ook wel tot een goed einde gaan brengen. En ook zeg maar ons als gebiedscoöperatie samen met een kennisinstelling tot een goed dienstpakket kunnen maken. Ik denk dat wij in combinatie met de CAOE best goed kunnen kijken naar hoe wij ook vooral onze medewerkers kunnen begeleiden in een andere benadering van services. En hoe je naast de producten die je al hebt, vooral ook kan kijken hoe je de mensen die dat product moeten bieden, kan helpen om daar andere stappen in te zetten, hoe je een vernieuwing op gang te brengen. En ik denk dat met de expertise en kennis binnen een CAE, dat die combinatie goed kan leiden tot een nieuwe invulling van services. We hebben met de CAE en ROC A12 een afstemmingsproject gedaan. Onderwijs op bedrijfsleven, op arbeidsmarkt. Gekeken in hoeverre dat matchte en we verbeteringen moeten aanpassen. Dat krijgt nog een tweede vervolg. En een ander traject is Techno Discovery, waar de CAE de regie voert en waar de bedrijven ook in het bestuur zitten. Ja, service innovation betekent dat je op een onderscheidende manier nieuwe diensten kunt leveren. Diensten die op zich staan of die gelieerd zijn, gekoppeld zijn aan nieuwe technologie. En juist jonge mensen die op een school zitten, op een onderwijsinstelling als deze, hebben nog de vrijheid van denken om daar invulling aan te geven. Dus ik denk dat dat, als dat goed uitgewerkt wordt, dat het de moeite waard is om via het Edese bedrijfscontact, waar overigens ook de CAE lid van is, om via dat kanaal de ondernemers in Ede daar ook verder bekend mee te maken. De CAE moet dit concept denk ik verder in inhoud en vorm geven en ook structureren, zodat wij een beter beeld mee krijgen. Het is nu een label, hè, en het label moet gevuld worden met een goede content, met goede gedachten erachter, maar ook met een implementatie aanpak, zodat je daar op een efficiënte manier invulling aan kunt geven in je organisatie. En daar zorgt, denk ik, de CAE, bijvoorbeeld de MER-richting dan voor. De thematiek van service innovation vind ik heel belangrijk voor het onderzoek binnen de Gistrik Hogeschool Ede. Onderzoek willen we in de Gistrik Hogeschool Ede praktijkgeoriënteerd doen. Dat betekent dat je altijd begint bij vragen uit de praktijk, uit het werkveld. En dan onderzoek doen. Via de omweg van onderzoek wil je proberen antwoorden te geven die de praktijk dienen. En service innovation, is innovatie in het werkveld, is een belangrijk thema wat mensen bezighoudt hier ook in de regio. Als je professionals opleidt hier aan de Gistrik Hogeschool Ede, dat je professionals moet opleiden die ook weten hoe ze met die snelle veranderingen kunnen omgaan.